lieve vrienden, een hele goede morgen. Ja, ja. Het is vandaag 17 april. Ja, zie ik goed. Het is 10:35 en ik heb de televisie altijd aan. Moet toch wat geluid om je heen hebben, toch? Ja. Ik heb de computer nou ook aan, want ik ben druk bezig met renderen en doen. Er kan al een filmpje naar YouTube toe, maar ja, dan moet ik wel eventjes een leuk stukje uit die film wegknippen als foto. Dus dat komt allemaal goed. Ja, en mijn persoonlijke begeleider die komt zo meteen om rond 11 uur. Rebecca die komt eraan, dus ja, druk. En ik moet nog eten, ik wil nog een bakje koffie, dus ja. De dieren zijn momenteel allemaal binnen, want ze weten dat ze wat bekken krijgen. Dus ja, dan weet je het wel, hè? Dan zijn ze wat lastig en draaierig en doenerig. En hier zit er ook eentje, die zit tenminste rustig. Hé, ja, nou, ja. Nou, Frodo legt daar op de bank. Dus ja, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet van de dag. Het begon hier bewolkt, maar de bewolking trekt langzamerhand weg. Het zonnetje die schijnt al, dus ja, komt wel eigenlijk ook goed. Dus ze zeggen, lieve vrienden, geniet er maar van. Want voordat je het weet, slaat het weer hier in Nederland weer om. Dus, tot later! Ja, lieve vrienden, ik heb weer druk bezig geweest. Persoonlijke begeleider is geweest, Rebecca is geweest. Het enige wat er eigenlijk nog gedaan moet worden, maar ik heb nog te weinig. Het staat wel veel uit elkaar. Maar ja, het is meer klein spul dan wat anders en dat is de afwas. Ja, nou, het is nog te weinig voor de vaatwasser. Ik ben in vlog aan het uploaden naar YouTube. Ik ben aan het renderen en ik zit nu aan een bakje koffie en een spelletje. En het plan was eigenlijk om vanmiddag eventjes om door te gaan en wat boodschapjes te doen. Ja. Dus we zullen het beleven. Ik neem jullie wel mee. Lijkt me leuk. Eventjes over de dijken of wat dan ook. Ik zie wel wat ik doe. Even de natuur in. Ik weet het nog niet. Neem deze ook mee, want stel je voor dat ik wat mocht zien. Wat de moeite waard is om buiten de GoPro om eventjes te filmen. Ja. Want ja, ik zit nog steeds ook met die kringen op mijn scherm, hè. Dat krijg ik er niet af. Voor degene die daar problemen mee hebt, nou ja, sorry. Ik kan daar niks aan veranderen. Dan ja, ik probeer het eens terzijde tijd met mijn föhn het heet te maken. Dan kijken of het eraf wil smelten. Dus ja, dan moet ik de booster voor binnen hebben. En ik moet hem sowieso binnen hebben, want ik moet ook even nog met mijn klokje aan de gang. Maar dat komt wel. We zien wel hoe en wat, maar dat moet ik nog eventjes doen. Ik moet nou even een uur verder rekenen dan dat het is. Want er staat nog wintertijd. En aangezien dat we nog niet weten wat we gaan doen. Of we nou weer de wintertijd krijgen en weer de zomertijd. We weten het nog niet. Nou ja, voor mij. Ik ben niet anders gewend. Dus kom op mensen. Eerlijk zijn. Wie dat niet gewend is dat we één tijd hebben. Ik niet. Ik kan me niet anders herinneren. Zomer en wintertijd. Dat kan ik me tenminste herinneren. Vroeger, ja, we hadden nog een horloge nog. Toen we klein waren. Dus ja, dan weet je ook geen toeter en geblazen af. Je hoeft nooit niet een horloge of een klok gelijk te zitten. Dat deed je ouders altijd, ja toch? Maar oké, ik kan me verder niet anders herinneren dan dat. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Geniet van de rit. Geniet gewoon net zoals ik. Ja toch? Gaan we samen genieten. Zo is dat. Ik zou zeggen, tot later. Misschien ga ik ook wel op het zitten, we weten het niet. We zien wel. Oké, later.